Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mij kanaal. Vandaag heb ik weer iets nieuws, een heel leuk cadeautje voor mij. Ik voel me erg vereerd. Dit is een cadeautje van een geheime aanbieder, denk ik. Of misschien is het wel van Cookie Monster. Ik kreeg een verrassing hier op mijn tafeltje. En ik denk dat dit een chocoladeijsje is. Of iets van Out of the Blue is het in ieder geval. Ja, ik denk dat ik ga voor een chocoladeijsje. Als idee, anti-stress chocolade is het misschien. Wat? Oh. Nee, oké, laat maar. Chocolade is dat zeker niet. Dit is namelijk poep. Anti-stress poep. Kijk nou. Anti-stress poep. Oké. Tja. Een hoopje poep, dat kan natuurlijk ook. Ik ben toch wel benieuwd wat daarin zit. Maakt het ook nog zo'n vies klotsend geluid? En wat zou dat dan zijn? Geen idee. Als ik erop druk gebeurt er niks, maar wel als ik erin knijp. Dan maakt het allemaal van die gekke geluidjes. Ik ben toch benieuwd wat erin zit, want het is geen water. En of we dat dan een keertje open gaan knippen. Ruikt het trouwens? Nee, het ruikt nergens naar, gelukkig. Maar ja, degene die dit heeft gedaan, die krijgt dat toch nog wel een keertje terug. Misschien kan ik nog wel wat verzinnen. Ik hou dit ding gewoon. En waarschijnlijk krijgen we dan ook te horen, knip hem open. En als ik ons ken, dan gaan we dat denk ik ook nog wel een keertje doen. Dan kunnen we ontdekken wat hierin zit, wat de vulling ervan is. Tot dan kan ik hem gewoon gebruiken als een soort van anti-stressbal. Ik vind het een beetje apart. Ik ben er een beetje sceptisch over, maar toch wel een grappig ideetje. Het is gewoon leuk als een fop cadeautje. Een anti-stress poep cadeautje is het dus. Ja, nou, het had erger gekund. Nou ja, goed, dat was het dan. Wat vinden jullie van dit hoopje poep? Het poepcadeautje van de maand. Jullie weten natuurlijk, geef een duimpje omhoog. Als je de video leuk vond, abonneer je ook op het kanaal. Een normale abo. En druk dan ook nog eventjes op het klokje. En dan zien we elkaar de volgende keer.